Op 30 augustus 2014 wordt de jaarlijkse Triak-schieting georganiseerd in Overzande op het terrein van de Stichting Handboogsportaccommodatie Overzande. De organisatie is in handen van een comité van leden van verschillende verenigingen die de handboogsport beoefenen. Triark is een wedstrijdvorm die een paar jaar geleden is geïntroduceerd. Bij deze wedstrijdvorm wordt geschoten in de drie disciplines: staande wip, liggende wip en doel. In de middag van deze zaterdag verzamelen zich 31 schutters. Zij zijn afkomstig van een groot aantal Zeeuwse handboogsportverenigingen. Hier gaat het om. Er zijn prijzen voor beste schutter onderdeel liggende wip, beste schutter onderdeel staande wip, de beste doelschutter en de beste jeugdschutter. En het belangrijkste is de totaalwinnaar van de directe. De schutters worden in drie groepen ingedeeld. De eerste groep schiet op de staande wip, de tweede groep op de liggende wip en de derde groep schiet op doel. Nadat een groep per onderdeel klaar is, gaat deze naar het volgende onderdeel. 4. Bij het doelschieten hangen de blazoenen op 18 meter. Er worden 5x3 pijlen geschoten. Per pijl geldt het aantal punten van de ring op het blazoen die men raakt. Het gele hart van het blazoen geldt voor 10 punten en de buitenste ring staat voor 1 punt. Op de liggende wip worden 15 pijlen geschoten. De wip is een horizontale metalen constructie die op 17 meter afstand staat. Op de wip zit een reeks pinnen waarop de zogenaamde vogels worden vastgezet. Houten blokjes met pluimen. Hoofdvogel, 2 zijvogels, 2 kallen en 30 kleine vogels. Het is de bedoeling een vogel van de wip af te schieten en bij een raakschot wordt 1 punt verdiend. Bij schietbeurt schiet 1 pijl. Ik mag straks nog een keer op scheren tegen. Ja, ik ga ze wel verliezen.
Op de staande WIP worden ook 15 pijlen geschoten. De WIP is een 28 meter hoge ijzeren constructie met rijen pinnen waarop kleine houten blokjes met pluimen zijn vastgezet, de vogels. De hoofdvogel bovenaan en op de andere arm zijvogels en krallen. De kleine vogels worden verdeeld over de resterende pinnen. Tevoren is besloten dat elk raakschot één treffer zal zijn. De treffers worden geteld. Elk van de drie klassen waarin is geschoten, heeft een eigen winnaar en er is een algemeen winnaar. De winnaar staande is Ronald van der Straat. Derde plaats Ronald van der Straat met 7. Tweede is Piet Koppen, ook met 7. En eerste Elimaat. Winnaar van liggende WIP is Elimaat. Winnaar Doel is Rien Bouwens. Winnares jeugd is Elise Harthoorn. Derde plaats Amy Maat. Tweede plaats Lange Meester. En de eerste plaats voor Ronald van der Straat. Algemeen winnaar van de driejarigverschieting is Ronald van der Straat. Hier zo, hier bij jou. Hoi, mijn rode. Dat is een